Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. De tijd die begint nu in. Het is echt weer even geleden dat we het hebben opgenomen, maar ik heb er heel veel zin in. Oh god, Ink. Waar ben ik, Ink? Niet te verwarren met Fennekin. Dat is zo'n Pokémon. Pokémon, Ink. Maar weet je wat we niet aan het doen zijn? Pokémoning dingen. Dat klopt, ja. Pokémoning. Dat zijn we dat niet aan het doen. Nee, was dat maar zo. Oh, het gaat nu al fout. Wat een haat, hè. Hij is zo boos dat hij even wat afleveringen aan moet opnemen. Wat? Nee, dat gaat niet fout. Het gaat fout dat ik zo slecht ben. Maar wel dat je zegt van het moet weer, het moet maar en dat soort dingen. Wat? Zei ik dat? Ja, ik heb je zo door van. He got me. Waarom? Nou. Ja, sorry hoor. Ik speel liever Late Arceus. Snap ik. Maar ik heb graag afleveringen op tijding. Ja, nee, maar dat wordt gewaardeerd. Dat is niet waar. Nee. Ik ben nu gewoon aan het kutten. Hey! Fuck! Nou, als je dit ziet, dan denk je, waar is die jongen mee bezig? Snap ik. Een soort van doding? Nee, ik ben niet dood. Dat is sowieso zeker één. Ik ben zo'n rode coin. Oh, jij zit al in een leveling. Zie, ik moet op skiing. Yo, ik deed zo'n zieke jump. Zieke jumping. Jumping. Ik kan trouwens geen Legend Arceus meer spelen zonder dat ik denk aan. Nou, hoe komt dat toch? Ik snap het niet. Ja. Dit is zo kut level. Oké. Okay. Ja, dat is niet fijn. Being cutting. Geloof ik niet in. Nee, welke doe je? Ja, dat is in Noki Bay in zo'n in een bottle is dat. Dan moet je zo, krijg je zo'n helmpje op en dan moet je allemaal rode coins in een bottle pakken. Oh, ja, die ken ik al wel. Zo'n message in a bottle. Message in a bottle. Ja, dat was wel waar ik naartoe refereerde, ja, inderdaad. Dat dacht ik al. Ben trots op je. Ja, ja. Altijd weer. Draaien om Mario. What the freak. Yo, kun je dit ook skippen, heen? Oh, yo. Het was een dikke glitch hier. Kun je dit ook skippen? Dat weet ik niet, want ik weet niet wat je aan het doen bent, Sandrin. Aan het kijken hoe Shadow Mario een Mecha Bowser ontstaat. Oh. Maar kun je dat skippen? Nee, volgens mij niet. Ook niet als je het voor de tweede keer kijkt? Dan misschien wel, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Waarschijnlijk niet, want anders had ik het nu al wel geskipt, want ik heb letterlijk op elke knop gedrukt. Ja, guy, I don't care what you having to say. Nee. I willing gewoon dit leveling doen, Ink. Ik moet nu zo'n dentistje spelen. Oh. Oh! Die, ja, die is niet zo moeilijk, toch? Nee, dat is wel fijn. Dat dacht ik. Oké, okay. Oh, ik moet nu alweer wennen aan de controls. Nu alweer? Ja, ik ben Legends Arceus controls. Dat snap ik. Ja, ik laatst ook toen ik Sword and Shield moest spelen voor zijn paar guys. Die was het ook. Volgens mij moet je dit ook in 3 rondjes doen trouwens. Fuck! Oh, ben ik ook een loser? Mag het gezegd worden? Nee, dat mag niet. Maar ik doe het toch. Kabooming! Wat? Hoezo zat hij niet? Moet hij ook per se op het hoofd? Moet wat per se op het hoofd? Nee, volgens mij moet je hem gewoon raken. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar... There's a boring nothing. Fuck.
Kom naar boven, bitch. Ketsu. Yo, weet je wat ik hierop heb te zeggen? Team Rocket. Nee, maar ik heb wel echt een rocket. Had. Kabooming! Oké, en je moest hem 3 keer? Ja, volgens mij wel. Dat is maar hier. Ja. Oh, meen je dat? Heb ik al 3 rondjes gedaan? Oh nee, oké. Okay. Kabooming! Een direct hit. Volgens mij niet 3 keer. Want volgens mij heb ik hem al 3 keer geraakt. Of het telt niet. Dat kan ook. Dat kan zeer zeker ook. Kom op, zal je kunnen. Het is wel 3 keer. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Oké. Dat is mooi. Oh ja, die guy. Oké, dan heb ik misgeteld. Wat vond je eigenlijk van de direct, Sander? Hebben we misschien nog wel weer even over gehad, maar... Nou, ik vind... Ik vond hem beter dan de afgelopen paar directs in ieder geval. Ik kan me de afgelopen paar directs niet herinneren. Maar waarschijnlijk was er dan niks significants wat er gebeurde. Nee, daarom. Dus... Hij was leuker, behalve dat ze geen Mario Kart 9 aankondigen en gewoon Mario Kart 8 gaan uitmelken totdat Mario Kart 8 letterlijk doodvalt. Ja, nu moet ik zeggen, ik ben wel excited voor de nieuwe banen. Want ja, maar jij hebt Mario Kart 8 al. Dus dan is er geen probleem, maar als je geen Mario Karting acting hebt, dan wil je gewoon nieuwe Mario Kart in plaats van dat je... 2 games eigenlijk moet gaan kopen. Dat klopt, ja. Yo, I don't care. Je kunt me vertellen wat die brush doet, maar I don't care. Oh, dit was niet... Oh nee, nu zien ze welke games ik voor het laatst gespeeld heb. Fuck, ik ben exposed, man. Resident Darkness toevallig? Ja. En daarna Shield, en daarna BDSP, en daarna... Eel? Nee, let's go, Eevee. Maar dat komt puur omdat ik die Mew wilde in BDSP. Dat je zo wilde? Nee. Nee, want ik heb die game daarna ook letterlijk niet meer aangeraakt. Het was gewoon meer van... Oké, Mew claimen en dan... Do we be claiming the Mewing? Why do we claiming the Mewing? Ja, dat is bijna te laat, hè? Echt? Ja, tot 22 volgens mij van deze maand. Oh. Ja. Corona Mountain? What the frick? Yeah. This game voorspelling de corona. Klopt, ja. Want die mountain is dan die peak en die corona is de corona. Yeah. Dat heb je weer mooi bedacht. Shine. Ja, ja, zeker. Heb ik al eens gezegd dat ik dit kut level vind? Nee. Nee, volgens mij. Je had het wel grading. Ja, maar ik ben ook zo'n smarty guy, hè. Ik bedoel, ik wist ook meteen dat je Uno en X had geshiny getting vandaag. Gewoon in 1 keer, hè. Jullie willen niet weten hoe ziek dat was. En ik maar inhouden. Te kijken op ding, dat was wel knap. Maar 1 keertje op Discord, waar ik het op gepost. Dat is wel echt knap. Nee, ik was... Sommige mensen moeten 2 keer kijken, maar Sander deed naar 1 keer kijken. Wat? Oh, dit is... Oh, Park Close. Dit is diegene waar je bij die guy erin moet, volgens mij. Hey. Ja, volgens mij als ik de tweede level gewoon het lijntje is, dan... Oei. Oké. Ho, kut. Hoe moest dit leveling is pittig kudding.
Oh. Ik dacht dat je ook direct erin kon. Direct erin? Nee, je moet die mol eerst kapot maken met de honden. Ja. I bombing him. Zometeen in. Kapotting. Oh. Oh. Hé, hoe deed je dat ook alweer? Moet je dan per se... Ik ben al op de helft van de sterren in ieder geval. Je moet op 70 sterren, klopt dat? Ja. Of was, nee, 70 sterren was bij 64. Hier hoef je gewoon van alles alleen maar level 7 te halen. Ik dacht ook wel dat er een andere requirement was, maar... Godver. It not lurking. Yo! Pak dat ding op! Not packing dat ding op. Nee, dat zie ik. What the frick? Je pakt hem toch op met ei? Of pak je hem op... Hoe pak Ja, daar zat ik ook mee te kloten. Ik weet het ook even niet. Volgens mij met B, kan dat? Ja, maar dat is jumping. Ik had hem zo net. En nu ineens lukt het niet meer. Ik ben heel even aan het racen tegen Ilpi en Tishimo, hoor. Ja, ga je gang. Ja. Oh, dat is niet echt een... Wat doe je nou, Mario? Waarom... Zo net pakte je hem op met ei en nu ineens weer niet. Wat een bullshit. Oh, nu weer wel, hè? Oh, en dan is hij mis. Dat ik in een van de vorige afleveringen ook zat te kutten daarmee. Ja, 5 afleveringen geleden voor jou. Waarschijnlijk. Godverdomme. Pak het niet op. Kabooming. Kabooming. Lekker zijn. Ik heb hem in. Oké. Maar dit is nog niet alles in. Dit is secret level in. Maar volgens mij is deze. Wacht, ik ga niks zeggen. Ja, oké, deze is wel te doen. Deze is wel te doen. Doening. Met de disappearing blocks in. Oh ja, die is inderdaad wat te doen. Ja, dat weet ik. Omdat ik zo'n goed ben. Bent zo'n smarty. Ja, dat weet ik. Kabooming. Hey Mario, als je nou op het volgende jump platform gaat... Je moet niet te veel vragen van Mario, hè? Nee, dat merk ik. Jeetje mina. Ik wist dat er de bieltjes waren, maar van Mario had ik het niet verwacht. Nee, had je dat niet verwacht? Jawel, eigenlijk wel. Ik wil zeggen. Ik bedoel, hij is niet voor niets een allround in Mario en Sonic op de Olympische Spelen, want je hebt niks aan allround. Wajo, zo heb ik nou weer niks aan. Ja, nee, vind ik gewoon. Vind ik gewoon. En als ik het vind, klopt het. Yo. Wat een dieve spel is dit, zeg. Weet ik. Nee! Ik ging voor het leven, toen dacht ik, nee, ga ik niet risken. En daardoor ben ik nu en dood, en heb ik geen leven gepakt. It do be sadding. Sometimes. Nou. It do be like that sometimes. Zegging dat wel in. Oh ja. Oké, Mario, if you don't go from the jumping and then jumping and then jumping and then jumping. And then not doding, dat is wel ziek. Heel ziek. Hoe zeggen ze dat in het Engels dan maar? Milan. Klopt ja. Nee, hoe? Het was een vraag. Je kunt niet een vraag antwoorden met dat het klopt. Denk ik weet niet wat je vroeg. Hoe zeggen ze dat in het Engels dan, Milan?
Dat was. Hoe zeggen ze wat in het Engels? Heel ziek. Heel ziek, ja. Maar die zit niet in deze game. Alweer niet? Nee! Hoezo deed hij zo debiel? Hij stootte zijn kop. Nee, dat is bullshit. Je bent zo'n slechte besturing. Weet je wat jij bent? Gemeening, right now-ing. Dat klopt, ja. Het verdiending, gemeening. Nee. En dan mag ik niet. Nee, dat is official, not warring. Een duikie. We doen zo'n duikie. En dan doen we niet zo'n duikie. En dan doen we zo'n springing. En dan doen we zo'n springing. En dan doen we zo'n springing. En dan... Spring nou! Ja, dankjewel. You don't want to be the springing guy. Nee, dat heb ik door. Maar ja, hij heet niet voor niets Mario Jumping Manning. Wacht, zo heet hij niet? What the fuck? Nee, zo heet hij niet, Sandy. What the frick? Het was een pain in the ass om dit secret level te halen, maar nu ben ik er. Dan moet ik hem ook nog eens completen. Boeien. Dat was een Pokédex. Seek out all Pokémon, zoals Arceus zou zeggen. Dat klopt, ja. Dat zei hij. Dan wouden ze allemaal level 10 in. Ja. Heb je dat? Heel ziek. Dat wist ik al lang, maar dat maakt niet uit. Niet uiting. Oh ja, ik weet nog dat ik dit level haat. Ja, ja, dat was deze. Nee, weer niet. Oh, waarschijnlijk spring ik steeds de volgende omdat ik bang ben dat ik dood ga. Wat gebeurt er nu? Waarom gaat hij nou niet dood? Vandaar. You do be making and kapotting, Sandring. I don't care. Hoeveel leving heb ik nog? Oh, genoeg. Ja, nu wil ik te snel. Ga ik weer bijna dood. Want dan omdat ik te snel in wil. Oké, dit wordt een moeilijke jump. Jump. Jump in. You do be jumping. Hoezo heb ik zoveel moeite met dit level die tering makkelijk is? Als hij zo makkelijk was, Sander, dan heb je hem dan niet gehaald. Ga even normaal doen of zo. Dank je. Wie ik? Ja. Hoezo? Nou, volgens mij was jij de enige die kut aan het doen was met zijn leven. Jij zegt dit level is makkelijk, maar ik kan hem niet winnen. Nou, als hij zo makkelijk is, dan Oké, dat was dom. Ik ging voor de timing. Timing was fout in. Ik weet even niet hoe ik deze jump moet doen. B is jumpen. A ook. Ja? Dat weet ik niet. Dat weet ik wel. Wat? Oké, volgens mij is Milan weg. What the fuck? Ik ben niet weg. Echt niet? Nee. Oh, ik dacht dat ik zo'n Discord geluidje hoorde. Ik was het van niet. Van iemand die... Dat kan niet. Want ik was het ook niet. Ik zweer het, ik was het niet. Wie was het dan? Nightbot? Ja. Kan niet. Godverdomme. Sorry. Maar Sandring, ik hoor alleen maar salting vandaag. Geen niet eens leuke verhaling. Alleen maar bozing. Wauw, als je dit ziet, Sander. Yo, Milan, wat is dit? Waarom hoor ik alleen maar haat naar dit leveltje? Hoezo? Ik heb geen haat. Het gaat alleen niet goed. Ik was voor de ster en toen sprong ik helemaal naar beneden. Ja, dat moet je ook niet doen. Tip, doe niet. In zo'n level waar je helemaal omhoog moet, weet je wel. En dan ben ik helemaal naar beneden gesprongen en ik stond gewoon voor de ster. Ja, nee, dat kan. Dat is niet handig. Wel. Tip, doe niet. Voortaan. Oh, thanks. Nou, dan ga ik hem nu aan, ja. Omdat jij die coole tipping hebt gegeven. Is goed. Verlos me maar uit mijn lijden.
een beetje lijden, maar het is toch een hartstikke leuke game. Zijn. Nou, ik ben anders aardig slecht in. At the moment. Nou, Sander, wou ik zeggen. Mario Wing. Booming. Nice. Nou dat mocht ook wel. Jezus, wat verhaal ik in deze game. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Nog steeds. Je weet nog steeds wat Niels ons zegt, hè? Het is ijskoud. Je doet alsof je tegen de muur praat. Toch? Prating. Nee, dat is wel wat Niels ons zegt. Mag ik ook de camera bewegen? Ja, dat. Op naar Pret Parking. Je kent er dingen. Red coins. Volgens mij was deze een klein beetje kut. Nee, valt wel mee. Volgens mij. Red coins, een klein beetje kut in. Volgens mij. Nou, ik weet dat ik hier de eerste keer veel moeite mee had, maar. Oh, is dat die op die attractie? Piratey Skip. Nee, op de Piratey Skip. Ken je dat? In Nederland zeggen we ook wel piratenschip. Daar geloof ik niet in. Ben jij nou weg? In Nederlands dan, dus. Dat gaat niet lukken. Oké, opnieuw. Opnieuw! Van wat is dat? Opnieuw! Mr. Mile and not waiting? Of does he waiting? Tanden? He's saying not failing. Wat? Hoezo, dat sloeg ik nergens op. Milan doet een beetje raar. Hij is nu alweer uit de call en hij zegt niks. Crazy. Nee. Alleen Discord heeft problemen blijkbaar. Oké. Fuck. Nee. Oké. Is Milan nou weg? Ja, zie, Milan is wel weg. Oké, er gaat iets niet goed. Wat? Geen idee. Kom op. Nou, deze gameplay, dat is wat er niet goed gaat. Het kan nu dus ook zijn dat we vol door elkaar heen zitten te praten. Ja. Waarschijnlijk heeft hij een knop op disconnect staan. Dat weet hij dan eventjes niet meer. Want hij is een noob. Ja, I said it. He is in a nooping in Discording. Ik vind dit wel heel raar. Ik weet niet waarom die er steeds uitgaat. Ja, heel mijn Discord sloot opeens af. You crazy. Nee, ik niet. Discord. Ah, ik vind je toch een beetje gek. Maar nu ben ik heel veel tijd kwijtgeraakt omdat ik Discord aan het fixen was. Oh. Nou nee. Ja, maar dat maakt mij niet toch niet zo fijn. Nee. Was je nog wel gewoon door aan het praten, zeg maar? Ja. Ik zei al van dat gaat heel kut worden, want dan praten we alle twee door elkaar nu waarschijnlijk. Omdat we elkaar niet horen. Ja, die kans is best aanwezig. Ja, dat is goed. Nee, dat pak nou die loading coining. Dank de je. Tijd is wel bijna op. 20 seconden. Oh, dus ik moet alleen maar niet doodgaan. Eigenlijk wel, ja. That's your task for today. Nou. Oh. Cool. Ah, nee. Ga naar beneden. Ga naar beneden. Ja, dank je. Tijd is om. Ik zit nog in battle. Of in... ja. Ik battle niet eens iemand.
Ik wel, Shadow Mario. Yo, Shadow Mario? Die ken ik. Dat is van Super Mario Sunshine volgens mij, als ik het goed heb. Ik weet niet of ik het goed heb, maar... Dat klopt, ja. Ja, zie dus toch! Ik ben gewoon zo'n slimming guy, in. Zo'n slimpie, hè? Ja, volgens mij is het slimming guy, in. In het Engels. Fuck it up. Nee, dank je. Nee, is dat niet iets wat jij graag doet? Het is niet helemaal mijn fetish. Oké. Okay. Maar hey, I just met you. And this is crazy. This is crazy. It do be crazy, ing. Hey! Ik ben ook crazy, ing. Want wat ben ik nou aan het doen? Sword of doding guy. Nou, dat niet. Dat moet ze nog eens bij komen, joh. Vanaf hier kan ik makkelijk die bij die guy, die geen guy is, halen. Oh nice, die guy die geen guy is. Hoe noem je zo'n schip? Zo'n piriding skip. Oh, zo'n piriding skip? Dit is de kutste Shadow Mario level die er is. En no key bay. Dat is niet leuk. Anders was hij niet kut. Dat is zeer zeker waar. Dat is wel hoezo werken. Doet hij niet die achteruit zwaarts dingen? Slide en dan jump. Ik zeg, doe slide en dan jump. Hoe kan ik dit niet? Ja, dat. Mario, je doet eigenlijk wat ik vraag. Inderdaad, die Shadow Mario killing. Ik ben nog wel even bezig in. Wel. Als het goed is. Oké. Okay. Zal ik vanaf hier reacting. Reacting? De reacting, maar reacting mag ook zenderen. Reacting is wel poggering. Van mij mag je reacting, man. Ik doe hem daar niet moeilijk in over. Oh, dat gaat me goed. Deze kant. Is I still standing opeens? Are you still standing? I don't know. Yeah. Dat is wel ziek. Oké. Then we having rode coining 5 ing. In the pocketing. Nice thing. Oké, dit is niet handig in. Die guy zit hier. Kan ik gewoon damage taken en dan langs die guy gaan? Of moet ik dan echt mijn best doen? Ja, nee, ik moet echt mijn best doen. Kut, sorry. Ja. Kom op, Sander, doe je best ding. Yeah. Oké, Sander is still standing after all this time. Yeah. I picked up the pieces and the. Sander is still standing. Yeah. Gaat goed, hè? Ik doe een aantal extra yes. Ik had een gat, yeah. Ja, Sander zit aan het kampvuur en hij zingt het kampvuurlied. Helemaal niet. K-A-M-P-V. What? Oh, ik had geen water. Want Sander had geen water, want hij is kiewe. Wil je me vergiftigen of zo? Nou. Ken je dat filmpje? Ja. Die is wel funny. Die heb ik wel eens van gehoord, ja. Die is wel funny. Vater? Wil je me vergiftigen of zo? Is funny as home video's? Ja, nee, funnier. Want ik vind hem leuk. En als ik hem leuk vind, dan moet het wel funny zijn.
Yeah. Oké. Okay. We doen zo'n eying. En dan gaat hij. Hey. Eying, zei ik. Sender doing, being eying. Oké. Hoe ga ik langs die guy? Magische poeder. Nee! Shit, ik weet echt niet hoe ik dat moet doen. Oh, dit gaat weer een uur lange aflevering worden omdat ik niks kan. Dat is best wel sad. Ja. Ik snap het gewoon even niet meer. Zie je het leven nog wel zitten? Nee. Ze hebben er oplossingen voor, hè? Een touw en een boom. Goedtouw.nl en krukje.nl. Oh, krukje.nl doet hij het ook al steeds? Ja. Ik dacht dat hij gestopt was. En speciaal voor jou gaan ze weer in business. Oh. Nee, de vorige keer dat ik een poging had gedaan, toen waren ze out of business. Vandaar dat ik hier ook nog steeds zit. Nee. Mm-hmm. Toch nog Legend Arches meegepakt. Ja. Nou, dat was wel voordat die werd aangekondigd hoor, want dat was een reden om weer te leven. Zeg maar. Oh, okay. Hoeveel munten moet je nog? 3. Nog wel? Welke ben je nu aan het pakken? Die ene tussen die twee monsters. Okay. Weet je welke ik bedoel? Ja. Ja, hoe doe je dat? Dat is op dat rek, toch? Die twee monsters. Ja. Ja. Je kan gewoon YOLO gaan, maar als je niet YOLO wil gaan, dan kan je als je ze onder aan de onderkant zit, hangt, zeg maar, dan kan je ze eraf slaan. Echt? Nee. Ja, als je dan ik val. Je kan tegen het hek aanslaan, zeg maar. Als je het goede knopje indrukt. Op I, dacht ik. Ja, ik weet het ook nooit. Ik moet ook altijd proberen. Maar als je op het juiste knopje drukt, dan slaat hij. En dan kan je die beesten van de eraf slaan. Jumps, infested talk. Pick up dive. Ja, dan zou ik denken dat het die is. Actions. Nah. Body slam. Dan is B en I. Maar ik heb dat hoef je niet te doen. Je kan dat ding toch gewoon pakken. Nou, dan ben ik een loser. Tja. Oké. Okay. Kun je ze ook van bovenaf, zeg maar, pakken? En dat ze dan doodgaan als ik ground pound op ze? Dat denk ik niet. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dat moet ook haast anders. Je hoeft toch niks met die beesten te doen? Je kan dat ding toch gewoon pakken? Ja, maar die beesten zitten toch in de weg? Ja, je kan er toch overheen springen? Dat gaat nog. Ja, maar dan laat hij toch gewoon los. Je doet gewoon een... ik weet niet zo, ja, ik kan niet zo goed voor me zien waar je bent, zeg maar. Volgens mij laat hij dan los als ik dan ga springen. Dat kan ik niet doen. Als ik los ik weet niet waar je bent. Maar ground pounden werkt wel, want die beesten zijn wel weg. Weer helemaal naar boven lopen en dan weer een jumping doening en dan... Kijk, die tweede is makkelijker, want die kun je inderdaad gewoon negeren. Want dan ga je gewoon aan de onderkant hangen. En zij zitten aan de bovenkant. Maar ja. Oké. Okay, nummer 6 is geparking. Maar dat wel tijd. Ja.
Oh, volgens mij moet ik... Hè? Oh ja, ik moet er onderaan. Dat is dan ook zo. Dan hoef ik niet. Oké, ik heb er 7. Volgens mij... Ja, oké. Ik kan YOLO-ing. Ga ik niet doen, nee. Dat kost me alleen maar tijd. Oh, Sonny, je hebt toch alle tijd? Ja, dat is waar. Ik ben blij dat ik de level nu heb gedaan, want jezus. Het zou zonde van de aflevering zijn, zeg maar. Ook zonde van mijn tijd. Oh, hier kun je gewoon YOLO. Want hier val je niet naar... Kom later op YOLO. Correctie, daar val je ook naar beneden. For some reason. Very sad. Alleen de tweede keer. De eerste keer? Nee, dan val je niet naar beneden. Maar de tweede keer? Oh ja, dan laten we je wel naar beneden vallen. Want dat is leuk of zo. Kutzooi. Heb je nog even een uur? Ja, voor een andere aflevering. Oeh, want deze gaat nog wel even duren. Nu wil ik te snel. Ik heb geen zin meer in dit leveltje. Kom op, zwem! Ja, dank je. Ik denk ook dat ik het zo op de verkeerde manier doe. Ik denk als jij dit ziet dat je echt denkt van... Ja, maar waarom doe je het niet gewoon op de manier zoals het hoort? Dat ik zo zit van ja. Dat. Ken je dat? Ik ken dat. Je wil een tikker voor drinken. Ja, je hebt al de tijd, joh. Ik ben weer naar beneden gevallen. Entertainer Sander hier. With met jullie levening. Volgens mij doe ik dit zo op de verkeerde manier. Ik denk echt niet dat je deze hele berg op moet. En dan elke keer zo hier zo. En dan zo op dit kleine stukje staan. Om vervolgens zo. Woep. Oh nee, nu doe ik niet de jump. Ik had moeten turning backing. En van hun hoef ik geen... Jawel, dat moet ik wel. Oké, langslopen. Oké, opnieuw langslopen. Kabooming. Ik heb hem gehaald. Zul je net zien, is Milan drinken halen en dan ineens haal ik hem. Nou, dus ik sluit vandaag de aflevering af. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Subscribe zeker ook op Milans kanaal. Shine Sprites NL. Voor je oogjes, want die worden daar heel blij van. Je mag ook mij abonneren, maar boeien. Tot later. Doei. Joejoe.